De start heel slecht. Was, met dat breusje moest ik even afstappen. En de schuine kant begon ik ook te sukkelen. En dan verliezen ze direct veel tijd. Die eerste weide viel ook nog mee. Ik had het zwaarder verwacht, maar de schuine kant was echt sukkelen om recht te behouden. Eerst was het 40 seconden en daarna was ik ineens veel korter, toen hoopte ik er nog wel in. En dan tot 12 seconden zijn ik gekomen, denk ik, maar dan rijd ik slechter door de zandbak. Die voor was er onder en dan was er hoger. Ik had gehoopt om mee te strijden voor de overwinning, maar dat was de eerste toer niet gelukt. Ja, je weet nooit niet, op de schuine kant is een fout zo gemaakt en dan komt het snel terug. Maar het is zo lang mogelijk volgen en het is gelukt, dus ik ben blij. In het begin waren we opgehouden geweest in de start, maar eigenlijk vrij goed naar voren kunnen komen en een constante wedstrijd gereden voor het podium. Natuurlijk, Kevin rijdt ook een sterke wedstrijd en komt terug, dus verdient de tweede plaats en Toon ook verdient gewonnen.